Het is de beruchte bocht 7, onder andere in de Alpe d'Huez. Daar wordt het geacht feest te zijn, meestal een behoorlijk Nederlands feest. Maar ook dat was vandaag allemaal een beetje minder vanwege die veiligheidsmaatregelen. Hoe is de sfeer hier? Prima, prima. Ja? Ja. Hey, het is wel rustiger dan afgelopen jaren. Correct, klopt. Ik word nu in de bocht wel beneden wat feest gevierd, ja. Maar het is wel minder. Mensen zijn, die zijn er niet. Ja, een beetje veel politie hoor, dan ik. En hier groene mannetjes ook. Wij zijn dit jaar gevraagd vanuit Nederland om in deze bocht een beetje ondersteuning te bieden. Mochten er taalproblemen zijn, mochten er kleine incidentjes zijn waar we kunnen vertalen. En tot nu toe, we hebben weinig moeten doen, maar de sfeer is goed. Sommige politiemannen, die mogen wel een beetje lachen. Maar ja, het doet zich wel. Ze filmen ook wel eens wat. Dat is prima. Er zijn wel veel maatregelen getroffen dus. Ja, veel politie en veel beveiliging. Verwacht je dat de renners hier zo meteen veilig door de bocht kunnen? Beter, dit is nieuw. Okay. Dus we moeten erachter en normaal was het één grote ritsluiting. Ja. En dan moeten we achter de boarding. Er staat genoeg politie in bocht 7 en ik denk wel dat het goed komt. We hebben deze houten blokken neergezet, een lijntje gespannen in de hoop dat de excessen in ieder geval uitblijven. Dat het wel echt aanmoediger wordt, maar zonder het extra duwtje in de rug. Gaat iedereen naar luisteren, denk je? At the end wel, ja. Jullie komen hier speciaal naartoe om Chris Froome te supporten, denk ik. Nou, wat denk je zelf? Nee, is niet heel populair hier. Nee. Heel eerlijk? Nee, niet erg. Net reden die vrachtwagens aan Sky allemaal erheen, maar allemaal uitgejuwd en biertje aangegooid. Ja, niet heel populair, maar veilig kan natuurlijk wel. Weet je. We zijn wel Nederlands, we houden ons gewoon eraan aan de regels.